bepaalde producten op tafel liggen. Er zijn veel mensen die dit eten. Henk-Jan Koershuis, 30 januari 2019 stond jij in het theaterhotel. Waarvoor was dat? Ja, klopt. Dat was in Almelo inderdaad, in het theaterhotel. Voor mijn boeklancering van De Beste Verliezer. Daar had ik destijds ongeveer een jaar aan gewerkt. En toen heb ik dat gelanceerd onder grote belangstelling. 850 aanwezigen. Inmiddels is het alweer 2 jaar geleden dat ik het boek heb gelanceerd hier in het theaterhotel. Wat was de bedoeling van de campagne De Beste Verliezer? Nou, De Beste Verliezer is mijn drive om een bijdrage te leveren aan een gezonde Nederland, ook België, maar goed, het begint in Nederland. En daarvoor heb ik het boek De Beste Verliezer geschreven om eigenlijk een inzicht te geven in hoe ik aankijk tegen het toch wel sterk veranderende voedingspatroon van de afgelopen 50 jaar. Om daar mensen te supporten bij meer gezondheid. En waar ik zelf van mening ben dat op de manier hoe wij tegenwoordig leven, dat het dermate sterk veranderd is in de afgelopen 50 jaar, dat onze beeldvorming van wat eigenlijk nog gezond is, ja, dat het eigenlijk verre van gezond nog daadwerkelijk is. De coronacrisis heeft een redelijk groot bewustzijn teweeggebracht op het gebied van voeding en beweging. Je bent nu bezig met een tweede project. Kun je daar iets meer over vertellen? Als iemand gezonder wil leven, dan komt het uiteindelijk aan op het daadwerkelijk doen, op gedragsverandering. En wat ik gedaan heb, is een verdere verdieping gaan maken op mijn boek. Dus dat betekent dat ik eigenlijk aan de mensen aan de hand wil meenemen in een soort van online programma. Om mensen te supporten, om echt dat gedragsverandering daadwerkelijk te realiseren. En dat kan met een boek wat minder goed dan dat je mensen over een langere periode meeneemt, is mijn optiek, is mijn overtuiging. En zodoende heb ik een online programma ontwikkeld genaamd De Proef. Wat gebeurt er precies in dat programma? Nou, De Proef is gebaseerd op 4 pijlers. Op voeding, beweging, een positieve mindset en uiteindelijk gedragsverandering. Wat we doen, Henk, is 95% van ons gedrag is eigenlijk aangeleerd, automatisch gedrag. We denken daar niet over na. Nou, dat geldt ook voor onze lifestyle, onze voedingspatronen. We doen eigenlijk dingen op basis van automatisme. En slechts een klein gedeelte van ons gedrag is gepland, dus maar 5%. En wat ik eigenlijk probeer te doen in het programma, is dat ik mensen heel bewust help om veel meer gepland gedrag, of vernieuwd gedrag aanleren als het gaat om het maken van gezondere en betere keuzes. En daar help ik mensen mee aan de hand van instructievideo's in de supermarkt, over uitleg over gezonde voeding en een stukje bewustzijn rondom gedragsverandering. Wat zijn jouw verwachtingen van De Proef? De proef ga ik zo eind februari lanceren. Ik heb er hoge verwachtingen van. Het is echt de next level als het gaat over het begeleiden van mensen. En de doelstelling van mijzelf om De Proef te lanceren is om daar het meest effectieve lifestyle programma van Nederland van te maken. Nou, dat is nogal een zware grote uitspraak. Ik weet dat wij 2 jaar geleden ook bij elkaar zaten en toen lanceerde ik mijn boek. En toen heb ik aangegeven, nou, ik wil echt een bijdrage leveren aan een gezonde Nederland. Inmiddels zijn we mooi op weg, maar we hebben nog een lange weg te gaan. En voor De Proef heb ik toch wel een uitdagend en groot doel gesteld. En dat is dat ik daar het meest succesvolle en vooral het meest effectieve lifestyle programma van het land wil maken. En dat, ja, dat, daar heb ik tijd voor nodig om dat bekend te maken bij de mensen. Maar ik denk dat op basis van de 4 pijlers dat gaat lukken. Ik heb er hard aan gewerkt.